Dat zijn altijd van die verhalen waar je zelf ook een beetje boos over wordt. Hè? Waarom zou je gaan inbreken en vandalisme op zo'n prachtige plek als hier? Onder andere een dierweide, een kinderboerderij in Gorecht, in Hoge Zand. Brangien Struik, ja, 5 keer ingebroken in 3 weken tijd. We zijn wel wat inbraak gewend helaas, want het is een plek zonder sociale controle. Maar het is nu op dit moment wel heel bar. We komen nu eigenlijk hier 's morgens en kijken rond zo van, nou, zijn ze weer geweest? Is er weer wat kapot? Nou, dat is geen fijn begin van je dag. Nou, mensen met een indicatie dagbesteding, die hebben heel veel behoefte aan veiligheid. Wat meer als jij en ik, zou ik maar zeggen. Dus dat voelt niet fijn. Dat zou het bij jou thuis ook niet voelen als er iemand geweest is. Maar deze mensen voelen natuurlijk ook zo van, goh, er komen zomaar mensen hier en die gaan overal kijken, dingen openbreken. Nou, dat is toch niet de bedoeling? Dit is wel nieuw. Dat hebben we een paar dagen geleden gedaan. Dit was het niet. Ja. Wat vind je ervan dat dit gebeurt? Nou, dat vind ik vreselijk. Zo blijf je bezig, ja. Dus dat is niet leuk. De schade is tot nu toe dat we het allemaal zelf hebben moeten oplossen. Want we zijn wel verzekerd. Maar de eerste 1000 is voor onszelf. Plus als we iedere keer bij de verzekering komen, dan zijn we straks niet meer verzekerd. Dus nou, we zijn nu in overleg met de gemeente om te kijken of we iets aan de verlichting kunnen doen. Dat er toch wat sterke lampen aangaan als mensen hier zich op het terrein begeven. Hopelijk schrikt dat af. En we hopen, maar dat geeft wel veel haken en ogen, om toch cameratoezicht te krijgen. En ja, dat we dan in de toekomst dit niet meer hoeven mee te maken. Nee, want tot slot, de maat is vol. Ja, dat vind je natuurlijk na de eerste keer eigenlijk al. En ik vind ook wel dat ik denk, ja, die jonge lui, dat je met elkaar ergens wil afspreken, dat snap ik prima. Dat is de leeftijd en je wil wat te doen hebben. Maar ja, waarom moet dat gepaard gaan met dingen kapot gaan maken? Dat snap ik niet zo goed. Nou, dat was het. Voertuig. Als je nou nog meer video's wil zien van RTV Noord, dan kun je je abonneren. Dat is hier. Maar als je denkt, ik wil gelijk door naar de video's, kan ook. Dan kun je door naar het touw. Hoi!